Om over te gaan moet je 50 studiepunten hebben. Dan kan je maar 2 vakken niet halen eigenlijk. En dan ben je er al helemaal uit. Dan mag je geen eens naar het volgende jaar door. Wat vinden jullie ervan als het naar 30 zou gaan? Nou, ik vind 30 een beetje weinig. Want het is een beetje, iedereen heeft tot nu toe gestreden voor die 50 studiepunten. Dat je dan toch denkt dat je dan dat luier wordt. Dus dan is dat HBO-diploma vind ik een beetje minder waard. Ja, uiteindelijk moet je wel alles halen. Oh wel, uiteindelijk wel. Ja, oh, dat uiteindelijk, is... maar het is alleen als je het volgend jaar dan door mag. Met je BSA. Ik bedoel, als je er dan 30 haalt en je gaat over, dan moet je eigenlijk 1,5 schooljaar in 1 jaar gaan doen. En ik denk dat dat alleen nog erger wordt. Ja, dan is de vraag natuurlijk wel of dat er niet voor zorgt dat er heel erg veel mensen in de studie blijven die het uiteindelijk niet kunnen afmaken. Waardoor je bijvoorbeeld in groepen komt waar mensen zitten die misschien niet genoeg motivatie hebben om... echt een cijfer te halen die hem voldoende is. Kun je misschien meer mensen overgaan op de lange termijn dan met alleen die 50 punten? Als je met minder studiepunten over mag, dat je meer mensen ook op de opleiding houdt. Iets minder is wel beter, want ik heb wel ook heel veel stress door al die dingen. Dat heeft iedereen heel erg. Hoeveel punten zit je? 35. Alleen als het goed is, gaat dat vandaag naar 40 toe. Ik heb 10 studiepunten. Dus je moet nog even hard aan de bak. Ik moet nog aan de bak.